De Prins Hendrikbrug beweegbaar maken. Dat is waar Stichting Museumhaven nu al meer dan anderhalf jaar mee bezig is. In het hele verhaal kan weer een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd, want de leerlingen van het Leeuwarden Lyceum hebben diverse ontwerpen gemaakt voor een beweegbare brug. Dit is een van de vele. Het is een tweedelige diagonale schuifbrug. Ja, we moesten iets unieks creëren van school en voor Museumhaven. Dus dat hebben we zo mooi mogelijk geprobeerd te maken. En hoe kwamen jullie dan op dit idee, dit ontwerp? Nou, eerst hadden we heel veel schetsen gemaakt. En uiteindelijk zijn we op dit idee gekomen door gewoon te schetsen. En zo zijn we erachter gekomen. En zo ontstond de tweedelige diagonale schuifbrug. Het Leeuwarden Lyceum klopte een tijd terug aan bij Stichting Museumhaven met de vraag of leerlingen een ontwerp voor een beweegbare brug mochten maken. En daar had de Museumhaven wel oren naar. Ik vind het helemaal prachtig om te zien. Wij zijn echt ongelooflijk verrast door alle ontwerpen die er op tafel kwamen. Er zitten een paar hele spectaculaire tussen. Die technisch misschien wat gecompliceerd zijn of financieel aan de hoge kant. En er zitten een aantal tussen die in de categorie vallen buitengewoon haalbaar. En welke vallen er in die categorie, die laatste? Ik zou me kunnen voorstellen dat deze ook, zoals we die hier achter ons zien, in de categorie haalbaar valt. Ja. Mogelijk goed nieuws dus voor deze studenten, al blijft de vraag wanneer er duidelijkheid komt. De gemeente Leeuwarden zou bezig zijn met een onderzoek naar de haalbaarheid van een beweegbare brug. Ook de provincie is momenteel bezig met een onderzoek en het einde van het hele verhaal lijkt voorlopig nog niet in zicht. Ja, wat ons betreft mag dat einde ook wel naderen als het tenminste het goede besluit is. Ja, ik ga niet over de politieke processen. En politieke processen zijn vaak langdurig. Wij hebben natuurlijk burgerinitiatief ingediend bij de gemeente. En op dit moment is ook de provincie bezig met een onderzoek vanuit een hele andere optiek. En dat heeft te maken met de spoorbrug over het Van Haringsmaakanaal. En de vraag of eventueel in alle reorganisatieplannen die daar dan plaatsvinden aan andere bruggen, dat het recreatieverkeer door de stad zou gaan. En als dat zo zou zijn, ja, dan heb je een beweegbare brug nodig. En dan komen de mannen in beeld. Koffiedik kijken dus voor de jongens van het Leeuwarden Lyceum. Maar wie weet verrijst hier ooit hun tweedelige diagonale schuifbrug. In het stadion zijn de herten vanmorgen aan het trainen. Zondag staat er een wedstrijd tegen FC Groningen op stapel. En de jongens moeten aan de bak, want na de nederlaag tegen Heerenveen afgelopen weekend moet er wat gebeuren. Nou, het is een hele lastige ploeg, laat me dat zeggen, om te bespelen. Zij spelen met de backs heel hoog op. Heel veel mensen centraal, dus dat moeten we goed voor elkaar hebben. En dan kan je de omschakeling zou je misschien kunnen toeslaan. Maar het is een lastige wedstrijd. De Graafschap komt dichtbij. Hoeveel punten denk je nog ongeveer nodig te hebben om die nacompetitie te kunnen halen? Of is dat lastig in te schatten? Nou, dan moet je wel 5 keer winnen, want de Graafschap wint ook nog wel een keer. Dus je moet, dat is het allerbelangrijkste. De Graafschap onder ons houden en goed blijven voetballen. Kansen creëren, dat is heel belangrijk. En ook maken. Ja, en dan heb je ook een goede kans eventueel in een nacompetitie. En kan je dan nog op deze voet doorgaan of moet er echt iets veranderen? Of zeg je nou, het voetbal is goed, we moeten nu gewoon een keer gaan winnen? Nee, het voetbal is gewoon hartstikke goed. Alleen met de nieuwe spits ook. We kunnen niet. Kijk, Obetje was een echte drukzetter. Nou, we zullen misschien eens iets verder terug moeten. Maar ja, compact spelen is heel belangrijk. Maar we gaan niet helemaal op eigen helft staan. En dan misschien we lang leven de greep. Er moet wel voetbal in blijven zitten. Anders wordt het straks niks als je eventueel na competitie speelt. En nog even over die spits. Was er nou ook interesse in Mike van Duinen? Of was Kevin van Veen echt de eerste keus? Nee, Kevin was eerste keus. Oh, en Mike van Duinen trouwens ook. En Rai ook, we wouden er 2 of 3 jongens bij hebben. Dus we hebben met alle 3 gesproken. En als kon hadden we ze graag alle 3 willen hebben. Maar Mike van Duinen was gewoon te duur of die koos gewoon voor Roda? Nou, dat ligt zo. Kijk, Roda heeft wel meer geld. Alleen Mike, Roda, die won een paar keer. Ja, daar heeft hij naar gekeken. Die staan hoger dan ons en die hebben meer mogelijkheden. Dat gaf ik aan. Zij kunnen beter versterken dan Cambuur. Hele goede gesprekken met die jongen gehad. En een goede vent en misschien in de toekomst. Dus wel een jongen die bij Cambuur past. En dan deed je afgelopen week nog een oproep naar de gemeente en de provincie omtrent het nieuwe stadion. Heb je al een reactie gehad? Nee, maar heeft de club wel gehad. Maar dat is ook, kijk, de gemeente zal ook hun best doen en de provincie ook. Maar ja, ik vind dat Cambuur moet nu geholpen worden. En daar bedoel ik verder niks verkeerds mee. Maar ze moeten wel geholpen worden. Want ja, zo is het moeilijk vol te houden voor de club. En met deze achterban, hier zitten altijd 10.000 supporters. Ja, dan moet nu wat gebeuren. En dat gaat misschien wel 15.000 worden. Hè? En dan heb je ook meer mogelijkheden met skyboxen, et cetera, wat er allemaal bij komt. En dan kan je
makkelijk handhaven. Makkelijk, maar dan kan je goed handhaven. Nu is het elke keer, met het kleine beetje wat we hebben, doen we het goed. Die spelers zijn we heel tevreden over. Alleen het is lastig om Eredivisie te spelen. Maar we gaan er wel vanuit dat we volgend jaar gewoon weer daar spelen. En dan even tot slot een voorspelling. Hoeveel denk je dat het zondag gaat worden? Ik ga altijd uit voor een overwinning van ons. Ik ga nooit uit van een verlies, dat doe ik niet, want dan stop ik ermee. Dus we gaan proberen te winnen daar. En punt is ook goed. Dank u wel. Graag gedaan. Afwachten dus. Gaan er punten mee naar huis dit weekend? We gaan het zien. Zondagmiddag vanaf 2:30 op het veld van FC Groningen. Het Technologisch Waterinstituut Wetsus is volgende week gastheer voor 700 bezoekers van de Internationale Waterconferentie. De deelnemers komen uit 60 landen en gaan zich komende woensdag buigen over eventuele oplossingen om daarmee waterproblemen tegen te gaan. Veel steden hebben problemen als het gaat om waterkwaliteit of de infrastructuur daarvan. Bij het overleg is de hele Europese watertop aanwezig. Die moet ervoor zorgen dat het punt hoger op de agenda komt in Brussel. Roken. Het onderwerp doet niet alleen veel rook, maar ook veel stof opwaaien. In Leeuwarden is nu een overeenkomst gesloten met alle scholen en de gemeente dat roken op het schoolplein niet meer mag. Maar hoe kijken de Leeuwarders er zelf tegenaan? Is roken nou slecht of is het gewoon lekker? Wat vinden jullie van roken? Oh, mij maar het. Ja? Ja. Ben je voorstander van? Nee, ik ben voorstander natuurlijk niet, maar ik rook zelf ook niet. Maar het roken, dan moet dat kunnen, niet dan? Heel slecht. Jij heeft het zelf niet gedaan? Ja, heel vroeger. En op wat voor tijd spreken we dan? 12 jaar geleden. En hoe bent u gestopt? Zo, gelijk. Juist wel, dat is leuk. Ja. Waarom rook je eigenlijk? Omdat ik het lekker vind, vooral. Ja. En hoe lang doe je het al dan? Sinds 2014. Ik kreeg eerst sigaren van mijn opa. En toen, later ben ik sigaret gaan roken. Maar het is ook echt een sociaal ding, weet je wel. Dus, ja. Nee, dat is een tijd. Nou, ik rook niet. Ik rook er maar één per dag, dus. Ja, ieder voor zich. Ik bedoel, maar iedereen die roken wil, die rookt dan maar. Ik rook toevallig net niet. Maar dat, ja, ieder moet het zelf maar weten. Heeft u er veel geld aan uit? Dat weet ik niet. Hou ik nooit bij. Als mijn sigaretten op zijn, dan koop ik nieuwe. Ik vind roken lekker. Ben je van plan om te stoppen? Of? Nee, dat niet. Maar ik rook niet alleen, ik damp ook. Ja. Een nicotineshotje op z'n tijd, is toch lekker? Wat vind je van roken? Ik vind het echt niks, het stinkt. Ja, je doet het zelf niet? Nee, ik doe het zelf niet. Geef je geld? Ik heb het wel één keer gedaan, alleen dat mocht niet van mijn ouders, zeg maar. Dus het kwam niet echt zo goed, maar ik doe het ook niet meer, het stinkt. En het is heel slecht. Goed dat je het niet doet. Ja, doet het ook niet? Nee, ik niet. U wel, meneer? Roken? Nee hoor. Ook niet? Nee. Nee, vind ik ook. Slecht, ik heb bijna 50 jaar gerookt, maar... Het is wel slecht voor u, hè? Ja, het is voor jou ook slecht. Dat moet je nooit doen. Zou u willen stoppen of dat niet? Ik heb gestopt gewoon. Ik heb al een gestopt, een jaar of 10, maar ja, nu doe ik het één per dag. Dus, maar als het regent, dan doe ik het niet, want dan moet ik naar buiten. Want binnen mag ik niet roken. Dus... Wanneer doe je het liefst? Nou, het liefst gewoon met mensen of 's avonds na het eten een sigaar of zo. Zou je niet willen stoppen? Op zich niet, maar het kost heel veel geld. Dus ja, als ik niet hoofdpijn krijg en helemaal trillerig werd, misschien wel.